was strong enough to give you up. Tired of drinking from that bitter cup, but it tears me apart. Yes, it's breaking my heart. I was mad enough to find my way. Tired of eating from that funky tray, but it's all over now. Het album heet Lohengrin. Het is het eerste album wat ik ooit zelf heb geproduceerd. Hiervoor werkte ik altijd met Benny Sings als producer. En nu heb ik het zelf gedaan en dat was heel spannend om te doen. Maar het is allemaal gelukt. We hebben de band opgenomen in een hele gaaf studio in Brussel, de ICP-studio. En ja, ik heb met echt geweldige mensen mogen samenwerken, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, een trombonecollectief, allemaal Engelse achtergrondzangers en zangeressen. En er was een meisje met wie ik al langer wilde samenwerken, Lucinda Bell, en die zingt op een paar van die tracks. Niet echt duet, maar die zingt ook mee. Dus ik heb eigenlijk iedereen die ik wilde benaderen, heb ik erbij gesleept en dat is allemaal gelukt. Dus daar ben ik heel trots op. Het is sowieso, om zelf een cd te produceren, je bent zelf eindverantwoordelijk. Dus als er straks allemaal slechte recensies zouden komen, dacht ik toen, en inmiddels valt het erg mee, gaat allemaal heel goed, maar dacht ik, dan ben ik toch de eindverantwoordelijke. Vroeger kon ik nog gewoon Benny een schop geven, zie je wel, jouw schuld. Nee, grapje. Ik was gewoon dus nu eindverantwoordelijke, dus dat was wel spannend, ja. En hard werken, maar ja, ik ben heel blij met het resultaat. Ik heb inderdaad in Gelderland, in de Betuwe, bij mijn ouders zitten schrijven. Ik vind het altijd heel moeilijk. Ik ben sowieso een beetje stom. Ik woon 4 hoog in Amsterdam, maar er kan geen piano naar worden getransporteerd. Op geen enkele manier. Dus als ik hier verhuisbedrijf helemaal laten berekenen en zo, dat lukt gewoon niet. En ik schrijf heel graag op een piano. Dus ik had een piano gevonden voor €500. Een hele goedkope, maar goede. Dan dacht ik, goh, waar kan ik die nou eens kwijt? En toen bedacht ik me dat mijn ouders nog een schuur hadden die ze niet gebruikten. Dus daar heb ik toen, ik weet niet, 2,5 maand zitten schrijven. En toen werd het heel koud, een beetje zo deze tijd van het jaar, zo oktober. En toen merkte ik dat er geen cv was, of verwarming of zoiets. Dus toen ben ik ook mee gestopt. Maar ja, er zijn veel van de liedjes ontstaan. We gaan weer naar Japan. Dat wordt dan voor Cherry ook de eerste keer in Japan. En dan doen we een billboard tour langs Osaka en Tokio. En dat doen we geloof ik al voor de 6e keer of zoiets. Dus we zijn al heel vaak naar Japan geweest. Heel leuk. Strong enough to give you up. Tired of drinking from that bitter cup, but it's all over now. Yes, I've broken my vows. We've turned around in circles from the start. In het begin dacht ik van, dit kan toch niet. Hoe toevallig is het dat we dit restaurant binnenlopen en dat mijn cd op staat, of een winkelcentrum of. Nou, het is dus gewoon echt zo, de muziek wordt veel gedraaid daar. Dus ik ging met een paar bandleden een beetje winkelen, anderhalve week geleden of zoiets. En toen, langzaam wel, ik al terug, 2 weken geleden. En toen werden we steeds aangesproken door mensen van mogen op de foto, mogen we een handtekening. Dus toch best wel bekend. En we hebben ook eigenlijk altijd bodyguards daar, behalve dan als we in de vrije tijd gaan winkelen. Maar ja, bizar hè? Ja, heel raar, heel raar. Op een gegeven moment zijn we ook weer gaan zuipen met de auto nieuw, denk ik 2 jaar geleden. En dan moest ik op een gegeven moment naar de wc en ik stond al steeds tijdens het dansen zo. Dan staat die bodyguard weer achter je. Liep naar de wc en ik kijk zo om mijn schouder en dan staat weer die bodyguard daar. Wel discreet om het hoekje, maar toch daar kan me daar niks bij voorstellen hoe dat is. Kijk, voor ons is het dan een soort droom, een soort grap, 5 dagen lang of zo ben je er dan. En dan daarna is het weer ha ha ha, bodyguards en ha ha ha, cadeautjes van fans en een soort verering zeg maar. Maar dan ben je weer in Nederland en dan staan mensen bij het handtekeningen zo van hé, je hebt toch geen capsules gekregen? Even op z'n avond de foto die pak je. Dat was toen, weet je, dus de Hollanders zijn juist het omgekeerde. We zijn heel eerlijk en heel gewoon. We zijn een heel egalitair land. En dat is maar goed ook, anders zouden we nog naast onze schoenen gaan lopen.
Wil je kans maken op de CD Lohengrin, dan moet je dit filmpje wat je nu aan het kijken bent zelf op je Facebook profiel delen. En daar een screenshot van maken en dan mailen naar, misschien staat het hier wel hoor, weet ik niet. Ik zie nog niks, maar info@burgertv.nl. En dan maak jij kans op die CD! Sorry, ik kan het niet serieus.